Waar is Frits momenteel? Nee! Hou op hoor. We hebben nog tijd. Let's go! Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En zoals je ziet ben ik niet alleen. Ik ben met Kai van de Poort. Goedemorgen. Oh! Kai, hoe is het? Ik ben een beetje angstig. Ja? Maar verder, daarbuiten gaat het heel erg goed. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben heel druk bezig geweest met Dance Dance Dance. Ja, je doet het echt super goed. Dankjewel. Ja. Dat hoor ik van de danseres. Ja! Maar vandaag zijn wij het surprise team. Wij gaan gewoon een winnaar blij maken met een cheque de waarde van 10.000 euro. 10.000? Maar nou zou je denken, we bellen de winnaar op, we gaan er naartoe, leveren de cheque af. Wij gaan er iets voor doen zeker, hè? Wij moeten er zeker iets voor doen, want wij weten namelijk niet waar de winnaar op dit moment is. En ook niet waar de prijs is. Het is aan ons om binnen een uur deze winnaar naar de juiste locatie te krijgen. En dat doen we met een snoep. Okay. En alsof dit allemaal nog niet moeilijk genoeg is, moeten wij de winnaar ook nog eens zien aan te raken. Dus even bellen naar de winnaar om te zeggen, hey, kom hier, we hebben een leuke prijs, dat zit gewoon niet in de vraag. Nee. Okay, maar als het binnen een uur niet lukt? Dan krijgen we een tegenprestatie. We hebben wel een telefoon, daar krijgen wij de nodige informatie op. En okay. Daar moeten we het mee doen. Ben je er klaar voor? Nee. Jawel. Okay. We zijn het team. Ja. Ik heb wel lekker weer uitgekozen vandaag, maar hebben we al info? Jij ja. Hebt de telefoon. Naam van de winnaar. Frits. Frits. We zijn op zoek naar Frits. Hey, er locatie, komt nog meer. Locatieprijs. Burgemeester Janssenlaan. Een 06-nummer. Yes. Els. Els. Oké, dus Els is de vriend van Frits. Tegenprestatie. Inge, komt dit. En wacht nee! Een paper op jullie. Nee, 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 nee. En de tijd is gaan lopen. Oh shit, de tijd is echt gaan lopen. Ik druk even lekker op te voeren. Bel Frits. Nee, Els. Els. Hi Els, je spreekt met Ingrid en Kai van de Vriendenloterij. Goedemiddag. Goedemiddag. Als het goed is, weet u dat wij zouden bellen vandaag? Ja, 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 dat weet ik. Dus de vraag eigenlijk is, waar is Frits momenteel? Ja, dat weet ik ook niet precies. Oké. Dat is prima. Ja, met Rout. Hoi, goedemiddag. We hebben wat vraagjes. Hoe oud is Frits? 56. Wat voor werk doet Frits? Frits is afgekeurd. Afgekeurd, oké. Okay. Heeft een Frits een auto? Ja, Frits heeft een auto. Zilvergrijs. Zilvergrijs. Wat doet hij meestal op deze middag? Ik denk dus dat hij gewoon thuis is. Oké. Okay. Hartstikke bedankt, Wout. Nou, geweldig. Thanks voor de hulp. Als hij er niet is, hebben we echt een probleem. Ik heb petjes meegenomen. Doe op. Ja, aan de cover. Dan vallen er te veel. Oké. Okay. Let's go. Oh, ja, je gaat de druk opvoeren nu? Ja, hallo. We hebben niet zoveel tijd. We gaan tegen Frits zeggen, hey luister, we zijn gebeld door Els. En die wil heel graag een hele leuke middag organiseren. En bij deze alle vrienden en familie uitnodigen van Frits. Want wij organiseren. En we filmen het. Omdat voor we... een aftermovie. Een aftermovie, dus wel leuk. Voor Els. Ja, laten we vragen of je ook nog eventjes iets leuks wil zeggen in de camera. Ja, jij verdrinkt bijna niet plas. Jij ja, zwemdiploma, of niet? Dit is een auto, hij is thuis denk ik. Ja. Dit is die zilvergrijze ja, auto. Ja, 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 ja. Ready? Nee, nee, dat weet ik niet. Hou op hoor. Hou op. Dan bellen we naar de buren. Oh, maar dit weer als de auto voor staat, dan moet je toch thuis zijn? Ja, goedemiddag. U spreekt met Ingrid en Kai van de Vriendenloterij. Kunnen we misschien even naar boven komen? Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. We hebben eigenlijk even een vraagje, want we komen voor Frits. Die woont op nummer 24. Heeft u misschien enig idee waar hij is? Want we hebben namelijk een verrassing voor hem. Hij is ook bij een biljartvereniging. Biljartvereniging? Ja. Weet u misschien waar dat is? Nee, vlak bij het ziekenhuis. Vlak bij het ziekenhuis. Dan gaan we daarna op zoek. Hartstikke bedankt. Okay. Biljartvereniging. Het ging Langeweg 63. Kom, let's go, let's go, let's go, let's go! We hebben nog tijd, we hebben nog tijd. Oké, toets hem in, toets hem in. We hebben niet zo lang meer. De Wentelweek? De Wentelweek. 8 minuten lopen, let's go. Ja. We zijn bij een biljartvereniging. Ja. We hopen dat Frits daar is. Okay, we moeten ze dus meelokken omdat we ze nodig hebben voor iets of zo. Als we het doen, ja? Alsof, alsof we hier in Zwijndrecht zijn we een film aan het opnemen. Gewoon een leuke, alles de liefde, vijf. En, we hebben een biljartscène. Ja. Daarvoor hebben we mensen nodig. Ja. En we hebben nog maar 20 minuten, dus we moeten echt opschieten. Nummer 33, maar dit is 32. Waar is dit 33? 18. Waar? Welke zaal? Nee, daar, met het geel. Is dat een zaal? Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, ik stel me even voor. Ik ben Ingrid. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Frits, hi Frits. Ik ben Ingrid. Hoi. Hoi. Kai, aangenaam. Ingrid. We hebben een klein probleempje. Wij zijn van het productieteam. Er is een film gaande op dit moment, die wordt opgenomen.
Maar er is één scène waarin wij figuranten nodig hebben om te gaan biljarten. En die we hadden geregeld, die zijn verhinderd. Door het weer of iets langs de weg. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk of jullie ons misschien uit de brand zou willen helpen. Het is hier maar ongeveer 5 minuutjes vandaan. Het is de burgemeester Jansenlaan 241. Ja, dat was dat. Vinden jullie dat leuk? Ja, zouden jullie mee willen helpen? Wij gaan vast die kant op. Als u met 5 minuutjes vertrekken, dan vangen wij jullie daarop. Ja? Ja? Melden wij dat we het hebben geregeld. Top. Super. Ja, dank u wel. Hoe lekker ging dit? Dit ging best wel soepeltjes. Kom, we gaan ze opvangen. Ja, ja, hoe lang is het nog? Ja, 3 minuten. Okay. Kijk eens wie we daar hebben. Oké, het enige wat nu spannend is, Kai, is of wij het binnen de tijd gaan halen. Het hangt er gewoon af of Frits op tijd komt. Want... En of je het gelooft. Ja, ik denk het wel. Als het binnen het uur is, dan hebben wij gewoon onze missie gehaald. 1 minuut, dat betekent dat ze echt gewoon binnen nu en een minuut... En 1 minuut moeten komen. Om de hoek moeten komen. Ja. Ja! Ja, 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 ja. Hi Frits! Frits! Surprise! Kom eventjes hier tussen staan. We hebben een smoesje bedacht om u eigenlijk hier naartoe te halen. Deze check is voor u. Dank u wel. U mag hem eruit trekken. En u heeft 10.000 euro gewonnen! 10.000 euro! Van harte gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Frits. Weet je wel wat u ermee gaat doen? Ja, er komen nieuwe meubeltjes in. Nieuwe meubels? Geniet ervan! Geniet van de prijs. Ja, we gaan even zoen. Laten we even, wel even stilstaan bij het feit. Harde heuvels rollen! Ja, dankjewel. Vond je het? Ja, ik vond het heel leuk. Mooi. En vond jij dit nou ook leuk? Vergeet hem dan niet te liken en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En laat in de comments even weten wat je van deze video vond, maar voornamelijk wat je van de rijstijl van Ingrid vond. Top. Ik kan misschien niet rijden, maar weet je, gewoon omdat het kan, denk ik dan... Als jij echt een bikkel bent... Nee, niet weglopen van mij. Als je echt een bikkel bent, dan eet je hem op. Als jij het doet, doe ik het ook. Ja, in de pik. Oh, hij wordt nu wel warm. Nu pas! Oh, ben ik bij. Dit is bedankt voor het kijken! Doei! Ja, tot de volgende! Oh.